Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer nieuwe actie gemeente Rotterdam om vuurwapenbezit terug te dringen. Eerst kort het nieuws van dit moment. Op de A16 ter hoogte van het Terbrechtseplein is dinsdagochtend een verkeerschaos ontstaan nadat een vrachtwagen door de vangrail was gereden. De chauffeur raakte licht gewond. Ter plekke werden twee rijstroken gesloten, waardoor lange files ontstonden. Die losten pas rond het middaguur op. Een boerenschuur aan de Ouderlandse dijk tussen Sommelsdijk en Dirksland op Goeree-Overflakke is dinsdagochtend compleet verwoest door een uitstaande brand. Brandweer wist de authentieke woonboerderij naast de schuur te redden. Bij de brand vielen geen gewonden. Door de rook en mist werd de N215 enkele uren afgesloten. Projectdirecteur Ronald Paul van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is gekozen tot havenman van het jaar. De prijs wordt jaarlijks toegekend door journalisten die lid zijn van havenpersclub Kyoto. Hij krijgt de prijs in januari uitgereikt. Straks, rechter legt TBS en dwangverpleging op aan man die in maart dit jaar bewust een fietser doodreed. Eerst Ed Alders met het weer. Woensdag is er veel bewolking, blijft voor de rest overal droog. Temperaturen in de middag een fractie boven het vriespunt. En de wind draait in de loop van de dag van noordoost naar noordwest. De 64-jarige Gerard van O uit Oude Tongen is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Justitie had 2 weken geleden hetzelfde geëist. Van O reed in maart van dit jaar de 55-jarige Lies van der Wellen uit Oldgensplaat opzettelijk dood. Hij kon het maar niet verkroppen dat justitie een aangifte had laten liggen die hij ooit tegen Van der Wellen had gedaan. Een aangifte wegens een vechtpartijtje na een verkeersruzie. Volgens de rechtbank is de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Rechtbank. De rechtbank baseert zich op deskundigen van het Pieter Baan Centrum, die Van O niet alleen ontoerekeningsvatbaar verklaarde, maar daarbij ook adviseerde dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld moest worden. Op dat laatste punt wijkt de rechtbank af van het advies van de deskundigen. Een opgelegde behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis duurt maximaal 1 jaar en dat vindt de rechtbank te kort. Een van die redenen is het feit dat er geen duidelijk behandelplan is. Dat ook van de familie en de andere omgeving van de verdachte gevraagd wordt eigenlijk een oogje in het zeil te houden van of deze meneer een soort van verkokerde blik op de samenleving gaat ontwikkelen. En bovendien is het ook de geneesheer directeur die bepaalt of deze meneer eerder uit het psychiatrisch ziekenhuis kan worden ontslagen. En als laatste argument heeft de rechtbank gezegd van ja, deze meneer is eigenlijk ook nog niet heel erg gemotiveerd om te gaan werken aan zichzelf. En dus TBS met dwangverpleging een zwaardere straf. Voor de weduwe van Lies van der Wellen is dat een hele opluchting. Dat is heel belangrijk voor, voor mij als nabestaande om een goede straf te krijgen. Of in ieder geval te merken van dat dit zomaar niet kan. Voor de familie van Gerard van O is het vonnis een schok. De advocaat van O overweegt dan ook hoger beroep. Omdat de behandelmogelijkheden in een normale TBS-inrichting toch minder zijn dan in een daartoe geëigende psychiatrische kliniek. En de onderbouwing van de beslissing van de rechtbank is teleurstellend, omdat de rechtbank ervan uitgaat dat er een redelijk recidieve risico is, terwijl het Pieter Baan Centrum juist heeft gezegd dat dat recidieve risico heel beperkt is. Heeft u dan het gevoel dat de rechtbank ook een beetje probeert recht te doen aan een soort rechtsgevoel in de samenleving door te zeggen, we kunnen ons niet veroorloven deze man ergens te plaatsen waar hij na 1 jaar weer vrij is? Dat angstige gevoel bekruipt me wel, ja. En een langere versie van deze reportage is te zien op onze website rijnmond.nl. Voor de rechtbank van Rotterdam dient vandaag ook de zaak tegen de 3 verdachten van de zeer gewelddadige overval op een juwelier aan de Pleinweg. Juwelier Hess werd op 30 juli vorig jaar overvallen. 2 mannen komen de zaak binnenlopen, kijken eerst wat rond en slaan dan met hulp van een 3de persoon hun slag. De eigenaars, het echtpaar Henk en Kitty Kruidenier, worden door de daders extreem zwaar mishandeld. Kitty Kruidenier ligt 6 weken in het ziekenhuis met 2 gebroken rugwervels. Extra wrang is dat het al de 14e overval op het juweliers-echtpaar is. Nadat ze beide hersteld zijn, keren ze terug naar hun zaak op de Pleinweg, waar ze door collega-ondernemers feestelijk worden ontvangen. In het afgelopen jaar zijn in totaal 5 verdachten opgepakt, waarvan er vandaag 3 voor de rechter staan. 2 Letten en 1 Litouwer.
Voor ons volgt Paul Verspeek deze zaak op de rechtbank in Rotterdam. Paul, het heeft een hele lange dag geduurd. Maar er is toch, Suzanne, wel wat nieuws uitgekomen. Twee van de drie verdachten hebben een bekentenis afgelegd. Tot nu toe hadden alle drie de verdachten die vandaag voorkomen hadden gezwegen of ontkend. Twee zeggen nu, ja, we waren er wel degelijk bij betrokken. Eentje zat dan in een auto buiten. Die zegt, toen ik binnenkwam was alles al achter de rug. En de ander, Valerie, die zegt, ja, ik was binnen. Het doel was eigenlijk om goud weg te graaien. Het was helemaal niet de bedoeling om die mensen iets aan te doen. Maar ja, ze verzetten zich zo hevig dat we eigenlijk wel moesten. Dus hij verklaart zijn agressie. En nou, zoals je net al stelde, het was zeer agressief. Eigenlijk uit de vorm van zelfverdediging. Lichamen zijn ook weggesleept naar de kelder. Maar behoorlijk toegetakeld. Vervolgens zijn dus de daders er met de buit vandoor gegaan. En wat we net gehoord hebben is, ja, de buit is nog steeds weg. Niemand weet waar het is, althans misschien wel de daders. En wat ook duidelijk is geworden is dat die buit ongeveer 320.000 euro moet bedragen. Toen zijn de juweliers gestopt met tellen, want tot zover waren ze verzekerd. Maar het zou dus nog ook wel wat meer kunnen zijn. En hoe gaat het nu verder, Paul? Nou, de reden dat het zo lang duurt allemaal, dat heeft te maken met de advocaten. Ik zal je verder de juridische fijnproeverij besparen en de kijkers ook. Laten we erop houden dat daardoor de zaak enorm lang aan het duren is. Zo lang dat we vandaag het niet gaan redden. Normaal gesproken zou vandaag de officier van justitie een eis formuleren. En die is naar verwachting echt wel heel fors. Maar dat gaat waarschijnlijk pas in januari gebeuren. Want het loopt allemaal zo uit vandaag dat er is een nieuwe datum geprikt. 27 januari, dan gaat de zaak verder. En dan zal de officier aan het woord komen en dan zullen ook de advocaten aan het woord komen. Allemaal heel vervelend, vooral voor de slachtoffers. Kitty Kruidenier en haar dochter zijn hier. Henk Kruidenier niet, want ja, die moest gewoon vandaag in de zaak staan. Dat zijn de feestdagen, dus er moet gewoon verdiend worden. Maar zij moeten dus nog tot januari en dus misschien februari wachten tot ze weten wat voor straffen hier gevonden worden. Dankjewel, Paul Verspeek bij de Rotterdamse rechtbank. Onder natuurgebied het Oude Land van Strijen in de Hoekse Waard is een grote gasbel gevonden. De hoeveelheid gas is voldoende om een stad als Rotterdam een jaar lang van gas te voorzien. Het is moeilijk voor te stellen, maar 2,5 kilometer onder dit prachtige grasland zit een miljard kubieke meter aardgas. Na een proefmeting heeft de gemeente nu besloten het gebied beschikbaar te stellen voor gaswinning. Ja, het is een landelijk beleid. De Rijksoverheid die heeft een aantal gasvelden op het oog in Nederland die geëxploiteerd kunnen worden. Slochteren is de meest bekende, maar daarvan is ook gezegd dat moeten we wat zuiniger mee zijn. En het is op dit moment rendabeler geworden om de kleinere velden die in Nederland aanwezig zijn, zoals hier in Strijen, in de polder, om die te gaan exporteren. Na de zomer begint de Nederlandse aardoliemaatschappij met het leegpompen van het grasveld. Volgens de gemeente gaat dit weinig gevolgen hebben voor het oude land. Ik hoop eigenlijk geen. Voor het aardelijk van het gebied zeker niet, want we gaan naar grote diepte toe om het gas te winnen. Maar wat wel een resultaat zal terug te vinden zal zijn, is dat het bodem iets zal dalen. En gesproken wordt door deskundigen over een bodemdaling van ongeveer 1 centimeter. Wat gaat dat voor gevolgen geven voor dit gebied? Wat het effect zal zijn, is dat het mogelijk wat drassiger zou worden als we niks aan het waterpeil zouden kunnen doen. Houdt in dat het gebied aantrekkelijker zou kunnen worden voor steltlopers die hier voor een deel al zitten. Maar als het gebied drassiger wordt over een groter stuk, zal het ook extra vogels aantrekken. Omwonenden hoeven zich volgens de wethouder ook geen zorgen te maken dat er straks onder het gebied, zoals in Barendrecht het plan was, CO2 opgeslagen gaat worden. Barendrecht is een voorbeeld waaruit gebleken is hoe bezorgd mensen kunnen zijn en terecht, denk ik. Daar spreken we over een ander gebied, een verstedelijkt gebied. Maar buiten dat, ik denk dat het Rijk eens goed na moet denken hoe ze dat moeten doen. En zeker niet op land dat soort experimenten moeten uitvoeren. De Ark van Noach heeft vandaag zijn eerste vaart gemaakt. In Dordrecht wordt een replica van het beroemde Bijbelse schip gemaakt. De Ark moet nu voor werkzaamheden het dok in en ging zodoende voor het eerst het water op. Langzaam doemt de Ark op uit de mist. Pas als een binnenvaartschip passeert is goed te zien hoe groot het gevaar is. De grootte van de ark is gebaseerd op hoe hij in de Bijbel omschreven is. Het is even passen en meten, maar door de brug naar Zwijndrecht past hij maar net. Het verhaal van de ark gaat als een lopend vuurtje de wereld over. Overal willen ze hem straks, als hij klaar is, komen begroeten. We krijgen overal uitnodigingen. Vooral Amerika is erg enthousiast. Daarom maken we nu ook in de komende dagen deze ark zeewaardig. Om dus zelfstandig ook
de zee over te kunnen varen. We hebben geen aandrijving, dus we zullen voortgesleept en geduwd worden. Maar we zijn dus wel zeewaardig genoeg om de oceaan over te gaan. Dat zeewaardig maken gebeurt nu in een droogdok in Vlaardingen. Ook het interieur schiet lekker op. De voorzichtige contouren van het restaurant zijn zichtbaar. En de stallen waar de boerderijdieren komen te staan ook. Het plan is om deze dieren te lenen van een boer uit de buurt. Deze die zullen we dan voor een bepaalde tijd hier aan boord van de Ark houden. En mochten we dan gaan verhuizen naar een andere ligplaats of naar een ander land, kunnen de dieren weer terug naar de boer, lekker terug waar ze vandaan kwamen. En kunnen we in het volgende land weer wat dieren aan boord halen. Als de Ark klaar is, zijn er meer dan 12.000 bomen gebruikt. Allemaal van gecertificeerd hout. Johan Huibers bouwde eerst een kleine versie. Met de grote is hij 3 jaar bezig. De vorige Ark heeft hij in zijn eentje gebouwd en deze doet hij met 4 jongens fulltime. Daarnaast krijgen we heel veel vrijwilligers die af en toe een dagje komen helpen. Maar echt de bouwers van deze ark zijn maar 4 man. Dus dat is eigenlijk ontzettend weinig. In april, mei volgend jaar moet die klaar zijn. De bouwers hopen eerst een tijd in Dordrecht te kunnen blijven liggen voordat ze de wereldzeeën opgaan. Nou, dat is goed nieuws. En er is ook goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Waar veel gemeenten bezuinigen op tijdelijke ijsbanen, wordt op het Afrikanenplein in Rotterdam-Zuid weer flink uitgepakt. Dankzij de inzet van jongeren uit de wijk kunnen vrijdag de ijzers uit het vet. Tot die tijd is de opbouw in volle gang. We zijn gisteren begonnen met het opbouwen van de tent, de locatie. Het is overdekt. En ja, verder gaan we nu de hal inrichten. En ja, het moment van vandaag is natuurlijk dat de ijsbaan zelf wordt neergelegd. Op de vloer komt een laag plastic met daarop elementen die het opgespoten water omtoveren tot een spiegelgladde ijsbaan. Een hele klus die uitgevoerd wordt met hulp van jongeren uit de wijk. Het leuke van dit project is dat we een team bij elkaar hebben wat echt van Zuid is. En nou, we hebben de jongeren van het Afrikanerplein en de omgeving, die hebben we hier aan de slag. Ze zijn nu bezig met opbouw, maar straks als de baan er ligt, dan doen ze ook de schaatsuitgifte en een deel van het beheer. En ook zelfs ervoor zorgen dat de sfeer ook goed blijft. Het verzorgen van het ijs is voor de jongens een koud kunstje. Ja, we zijn op cursus geweest. Die jongens weten hoe ze gaat in ijs moeten repareren, wat er gebeurt als het hard waait. En nou, we hebben geen last van regen gelukkig, maar ja, er kunnen een aantal dingen met het ijs gebeuren. En dan hebben we een heel draaiboek waar zij ook verstand van hebben om dat allemaal op te lossen. Hoewel de tent er nu nog niet echt uitziet als een ijsbaan, maakt Rob de Heer zich absoluut geen zorgen. Ja, natuurlijk gaan wij het redden. Ja, altijd. Op de redactie staat Sinclair Bisschop. Sinclair, is er al een nieuwe datum gevonden voor het duel tussen Excelsior en NAC? Ja, volgende week woensdag 15 december, dan zullen Excelsior en NAC voor de derde keer gaan proberen om uiteindelijk die wedstrijd te gaan spelen. Hij stond afgelopen zaterdag gepland, maar vlak voor aanvang werd hij toen afgekeurd vanwege de vele sneeuwval. Nou, gisteren werd er opnieuw geprobeerd om die wedstrijd te spelen. Er werd wel begonnen, maar toen werd hij weer afgelast vanwege mist. Er lijkt een vloek te heersen op het duel tussen Excelsior en NAC. Zaterdag werd de wedstrijd enkele uren voor aanvang afgelast vanwege de vele sneeuwval. En gisteren was dus mist de spelbreker. Scheidsrechter Jeroen Sanders staakte de wedstrijd in de 6e minuut, omdat er nauwelijks meer iets te zien was op Woudestein. Voetballen kon echt niet. En zeker voor het publiek. Ik bedoel, die willen voetbal zien, maar dat, op deze manier had het natuurlijk nooit gelukt. We hebben het geprobeerd, we hebben het aangezien. En het blijkt dat eigenlijk vanaf het veld zelf het redelijk te zien is. Alleen met name voor de assistent aan de zijlijn is het vertrekmoment van een bal niet meer te beoordelen. Waardoor dus grote problemen kunnen ontstaan in de beoordeling van buitenspelsituaties. En dat in combinatie met het feit dat ook de trainers beide aangeven vanaf de zijkant dat er gewoon niets meer te zien is, heeft me doen besluiten om de wedstrijd te moeten staken. Maar ze weten toch van tevoren dat het slecht is? Ja, dat is slecht wel, ja. Maar waarom hebben we gewoon niet gewonnen? Ja, de mist is natuurlijk heel onverwacht opkomen zetten. Dus het publiek was ook al in het stadion op het moment dat de mist hier binnenkwam. En goed, ook daarom denk ik, dan ga je juist proberen of je kan voetballen. Want het publiek is er al. Dus dat was denk ik in die zin niet te voorkomen geweest. Excelsior NAC wordt nu dus volgende week woensdag gespeeld. Eerst speelt Excelsior zondag nog in de Kuip tegen Feyenoord. En Sinclair, er schijnt iemand verliefd te zijn op Feyenoord. Ja, dan hebben we het over Greg Bellamy. En ja, de kans dat hij naar Feyenoord gaat komen is misschien toch wel klein. Hij heeft in ieder geval zelf vaak aangegeven graag voor die club te willen spelen. Dat heeft er alles mee te maken dat hij ooit in een Champions League duel de matchwinnaar was in de Kuip. En hij was zo onder de indruk van Feyenoord. Nou, zo'n 40 Feyenoord supporters zijn afgelopen weekend naar Cardiff gegaan. Want tegenwoordig speelt hij bij Cardiff City. Hij is uitgeleend door Manchester City. En daar heeft hij ook nog eens tegen die supporters gezegd: ja, ik wil zelfs heel veel geld inleveren om voor het prachtige Feyenoord te mogen spelen. Maar een voetballer die geld wil inleveren, ja, ik ben ze nog niet vaak tegengekomen. Dus wordt vervolgd.
Dankjewel, Sinclair Bisschop. De gemeente Rotterdam is een nieuwe actie begonnen om het vuurwapenbezit terug te dringen. Vanaf vandaag kunnen burgers via een speciaal telefoonnummer anoniem doorgeven of iemand een vuurwapen heeft. Het is een van de maatregelen die de politie neemt om de enorme hoeveelheid geweldsmisdrijven waarbij vuurwapens gebruikt worden terug te dringen. Om het speciale telefoonnummer onder de aandacht te brengen, zijn er twee RET-trams bestickerd. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam nam de trams vanmiddag in gebruik. Het is nog niet eerder vertoond dat we op deze manier de aandacht vragen in onze stad voor het geweld dat verbonden is met het bezit en het gebruik van wapens. Dus dat is erg zichtbaar, iedereen kan het zien. De stad is het zat, het moet afgelopen zijn. Ja, er zijn veel wapens? Er zijn helaas veel wapens in omloop. Met enige regelmaat komen we ze tegen, met name bij roofovervallen, gewapende overvallen op juweliers, op winkeliers, maar ook op woningen. En er is helaas de afgelopen jaren nogal wat opgehaald. En dan in het bijzonder bij de bewoners van Antilliaanse achtergrond. Dus het is belangrijk dat ook de Antilliaanse bewoners van Rotterdam bij deze actie betrokken zijn. En ik waardeer het enorm dat zij vandaag ook bij deze actie acte de présence hebben gegeven. Gaat dit werken, denkt u? Ja, absoluut. Mijn ervaring uit eerdere trajecten is dat het echt werkt. Dat het toch een drempel kan zijn voor mensen om een politiebureau binnen te stappen of direct naar de politie te bellen. En dan anoniem een tip kunnen geven. Die kan ons helpen, soms met andere informatie die we al hebben, om het dossier rond te maken en om een wapen van straat te krijgen. En dat is volgens mij iets wat we allemaal willen. Nu is al vaker een oproep gedaan van: heb je een wapen, lever dat in. Ja, het is volgens mij wat anders als we vragen: heb je zelf een wapen en lever dat zelf in? Want dan komt het heel dichtbij. We kennen de ervaring van een moeder die wist dat haar zoon een wapen had en die dat vreselijk vond. En die uiteindelijk via meldmisdaad anoniem daar wat mee gedaan heeft. En waarschijnlijk had de jongen hem zelf nooit ingeleverd. Maar door de impact van die moeder en door haar dappere daad om het toch te melden, is er wel een wapen van straat. En dat het wapenbezit onder jongeren een groot probleem is, beseffen jongeren zelf ook. De onderlinge verwachtingen in een groep blijken een grote rol te spelen. En bovendien zijn wapens vrij makkelijk te pakken te krijgen. Dat de gemeente Rotterdam een actie begint om het wapenbezit terug te dringen, vinden jongeren een goede zaak. Maar over de manier waarop zijn ze minder te spreken. Edward, Marciano en Quincy zitten op de wijkschool in Rotterdam-Zuid. Ze hebben ieder om een eigen reden hun school niet afgemaakt en worden nu begeleid naar een nieuwe opleiding. Zelf hebben ze geen wapen, maar ze zien veel jongens om zich heen die er wel een hebben. Als je het wapen in je zak hebt, je voelt je heel wat op dat moment achter je wapen. En ja, mensen, ik weet niet, het geeft gewoon een kick om stoer te doen op dat moment naar de mensen toe. Je ziet ook heel veel kleine jongens, misschien 16, 17, lopen ze met een lange mes in de zak, denken ze dat ze praktisch onsterfelijk zijn. Ik ken ook veel jongens die zomaar ruzie hadden, hun schoenen werden afgenomen. Dus dan had hij een Prada-schoen, dan was hij gewoon op sokken, gewoon in de winter naar huis gaan. Dan denk ik van, ja. Zijn schoenen werden gestolen. Ja, en dan kan ik me voorstellen, als je dan niet voor jezelf kan opkomen, dat je toch wel aan, zo, ja, dat je toch aan zulke dingen denkt. Het is net de mode. Als jij een schoen hebt gekocht die mooi is, dan wil ik het ook hebben. Omdat jij een wapen hebt gekocht, moet ik het ook hebben, want jij hebt een wapen. Waarom zou je wapen niet gebruiken op mij? Ja, wel. Die jongens zijn weggewerkt. Het is eigenlijk een heel, heel groot probleem. Ik bedoel van, als je kijkt gewoon in ja, risicowijken, zeg maar, zo wordt het aangegeven. Beverwaard is eentje, Maashaven is eentje. En het is zeg maar dat mensen dat gewoon hebben om zich veilig te voelen. Ik bedoel, van als je kijkt wat media uitzendt en wat je ziet van vandaag een jongen is doodgestoken of eventueel gewoon geschoten. Je wordt toch helemaal panisch van en je gaat je niet veilig voelen. Dat de gemeente een campagne start om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan, vinden ze een goede zaak. Maar ze betwijfelen of het effect zal hebben. Ik zelf denk dat het niet echt zal helpen. Ik neem ook niet dat jongeren of mensen die een wapen hebben zo gaan inleveren. Ik denk het niet. Maar het kan altijd proberen. Ze pakken het veel verkeerd aan. Ze pakken het echt verkeerd aan. Ze pakken het vanuit hun kant aan, maar ze moeten het vanuit onze kant aanpakken. Ze moeten begrijpen waarom we lopen met wapens voordat ze het willen oplossen. Ja,
Het zou helpen. In principe, ik denk dat het is moeilijk om het allemaal te stoppen. Ik denk dat het niet zou helpen. Ik ben van mening dat het zou kunnen helpen. Ik bedoel kruimels maken brood. Dus uiteindelijk is dat toch wel wat mensen nodig hebben. Het gewoon dat het begint, zeg maar. Wapenbezit is verboden. Toch is het relatief makkelijk om aan een wapen te komen. Ja, het gaat toch wel via uiteindelijk. Jij kent iemand die iemand kent, En dan zo gaat het via. Maar uiteindelijk kun je wel eraan komen, zeg maar. Daar heb ik zelf geen ervaringen mee. Maar ik denk het wel, want als jongeren van 15 al met een wapen lopen, dan denk ik wel dat het makkelijk is. Dat de deelnemers van de wijkschool wapengebruik afzweren, komt doordat ze hun toekomst niet op het spel willen zetten. Stel je voor, ik schiet in één iemand bij wijze van spreken. Dan zijn al de procedures, ben ik gewoon weg van straat, gewoon bij wijze van spreken. En ik ben vader van 2 kinderen, dan kan ik het niet aandoen. Het gaat gewoon meer gewoon van, als ik het heb, wat schiet ik ermee op? Je moet altijd kijken wat de gevolgen zijn, weet je. En kijken volgens mij niet wat de gevolgen zijn van wat je iemand zijn ouders kan aandoen of zo. Als jij bijvoorbeeld bij wijze van spreken iemand neerschiet of steekt. Je moet ook denken van, als het bij jouw moeder zou gebeuren, hoe zou ze zich voelen? Heb je zelf een wapen gehad ooit? Nee. En ook nooit overwogen aan te schaffen? Nee. En hoe komt het nou dat jij dat dan niet doet en anderen wel? Hoe komt dat, denk je? Nou, het kan ook aan de opvoeding liggen. Ik zeg niet dat het per se aan de straat hoeft te liggen. Het kan ook aan de opvoeding liggen. En jij bent er ook door gewaarschuwd, door je ouders misschien? Ja, niet alleen door mijn ouders, door mijn broers en mijn zusters. Ja? Wat zeiden ze dan tegen je? Het is gewoon niet slim. Ze zeiden, je mag het doen, maar niet wanneer je vastkomt. Ze verwacht niet dat we je komen helpen. En dat heeft geholpen dus? Ja, zo. En zometeen de tweede aflevering van een serie over Jaap Volkhoff. Deep in my heart, I can be angry with you. De accordeon-virtuoos, componist en zanger van beroemde liedjes als Hand in Hand Kameraden en Diep in Mijn Hart. In de tweede aflevering gaan we terug naar de tijd van de grote radioorkesten. I'm always yearning for you, my heart's forever branded. Straks in Ode aan Jaap Volkhoff. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder. En zometeen de tweede aflevering van een serie over Jaap Volkhoff. Deep in my heart, I can be angry with you, though you're so often untrue. De accordeonvirtuoos, componist en zanger van beroemde liedjes als Hand in Hand Kameraden en Diep in Mijn Hart. In de tweede aflevering gaan we terug naar de tijd van de grote radioorkesten. Straks in Ode aan Jaap Volkhoff. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.